Vandaag, precies 2 jaar geleden, werd in een buurthuis op Wittenburg de 17-jarige Mohamed Bouchighi doodgeschoten. Het onderzoek naar de dood van deze onschuldige Amsterdamse tiener is nog in volle gang. En met resultaat. Begin deze week konden we 2 verdachten aanhouden. De al eerder aangehouden 26-jarige Emilio G. en een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. 2 mannen stormden die vrijdag in 2018 aan het begin van de avond het buurthuis binnen en openden daar het vuur. Waarschijnlijk hadden de schutters het op iemand anders voorzien, maar beschoten meerdere malen Mohamed. De recherche vermoedt dat Emilio G. een van de schutters is geweest. G. werd een aantal maanden na het schietincident al aangehouden als verdachte, maar toen in die zaak weer heen gezonden. Hij bleef echter wel verdachte en intensief onderzoek heeft er uiteindelijk tot geleid dat hij op maandag 20 januari opnieuw is aangehouden. Hij zit momenteel vast, ook op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. Naast Emilio G. hield de recherche afgelopen maandag ook nog een andere verdachte aan. Een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. Zij is eerder deze week heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Ook na deze aanhoudingen gaat het onderzoek onverminderd door. Heb jij informatie, maar dat nog niet met ons gedeeld? Doe dat dan alsnog. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft in deze zaak een beloning van 25.000 euro uitgeloofd.